Een fikse kater voor Poes, want de club hield al rekening met promotie. Het is een beetje het ongrijpbaar van de sport, denk ik. Dat je in ieder geval zeker de eerste 20 minuten gewoon niet thuis geeft. En daarna opeens een omslagpunt, een schitterende goal maakt en dan is je ploeg los. Soms is je ploeg dan misschien ook nodig, zo'n moment. Nu was dat zo. En de tweede helft was knotsgek. Gewoon echt een play-off wedstrijd. Kramp, gekke kaarten, rare overtredingen, gekke beslissingen. Alles erop en eraan. En dan is het echt een dubbeltje op zijn kant. Hij had ook aan onze kant kunnen vallen op het eind. Ja, dat gebeurt niet. Dit soort wedstrijden dat kan een kop of munt zijn. En dan gaat het niet eens meer om hoe goed je bent, maar gaat het gewoon om details. En zij maken vandaag aan hun corner gewoon een schitterende 2-1. En ja, goed, dat is gewoon dat is waar het om gaat in deze wedstrijden. Hendricks had gisteren haar laatste wedstrijd kunnen spelen, want ze stopt na 15 jaar bij Poes. Maar ze had tijdens de voorbereidingen niet het gevoel dat ze aan haar laatste wedstrijd ging beginnen. Nee, juist niet. Dat had ik bij de laatste competitiewedstrijd wel. Maar ja, de play-offs is zo anders en dat is zo'n andere sfeer en beleving. En ja, daar kun je niet mee om. Je kunt niet opstaan met het idee van dit zal mijn laatste wedstrijd kunnen zijn. Want ja, dan ben je met andere dingen bezig. Haar keepers outfit hangt na zaterdag misschien wel aan de willige. Dan speelt Poes voor de eigen fans de derde en beslissende wedstrijd tegen Hurley. Hij is goed op voorrijden de komende dagen. We gaan Hurley weerstand bieden zaterdag. We moeten heel goed hun best doen om nog een feestje op ons veld te vieren, denk ik. Dus wij zorgen dat we er zaterdag staan. Laat jij Poes gewoon achter als hoofdklasser? Absoluut. Helemaal.